Goedemorgen YouTube-kijkers. Ik weet niet hoe we ervan kunnen zien, maar we gaan het proberen, want het is nog donker. De vorige keer had ik het ook al gemist. Dus ik zal het nu even wat beter filmen. Zo komt de chalet aan. Zie. Door de slagboom, dan moeten we even die plantenbak weghalen. En die slagboom is er ook zo opgemaakt dat hij dan 2 meter breder wordt. En er staat de trekker die me dan dadelijk op zijn plek gaat trekken. Ik zal het allemaal wat beter filmen als de laatste keer, want toen stond hij er al. Tup, tup, tup. Staat hij aan één kant verkeerd. Even aan de andere kant kijken waarom je stop, stop, stop riep. Nee, daar gaat allemaal net. Je kunt het denk ik in het donker heel slecht zien, maar op die, aanhanger, die plaaier, zit ook van die sturende assen achter. Je hoort ze dan een beetje kraken en knassen, want het wringt natuurlijk bij het leven. Zie, nou draaien ze die assen weer. Ik vertel het er maar bij, want het is allemaal nog erg donker. Dus ik weet niet in hoeverre je er iets van ziet. Nou, ik denk helemaal niks, maar dat geeft niet. We gaan zo weer verder. Ik zet eerst even de slagboom terug. Kijk, hier kun je het eventjes zien, want ze hebben er een bouwlamp op gezet. Kijk, er zit een stalen chassis onder een ding. En hier zitten... Ik zal het even dichterbij laten zien. Hier, daar zit de tapeinde, maar die zijn er nu, de wielen liggen daarachter. Hier in het chassis, want die zijn er even afgehaald, zodat die wat lager ligt, anders komen ze bij de bruggen in de knoei. Dus dan doen ze hem nou omhoog, zetten ze die wielen weer op en dan rollen ze hem op zijn plek. Hij moet een beetje naar links. Anders zit je in de bomen, Willem. Ja, dat geeft niet. Ik weet het van tevoren, dus. We gaan er hier even tussenuit. Dat lukt me handig, hè. Leuk zo'n close-upje, maar... Even omdraaien, ik wil even zien dat je, van wie je bent. Hier, maak even reclame voor je baas. Gitter sta ik ergens, jongen. Altijd goed, hè? De boelwechting nog erbij. Ja, ik zei het helemaal niet. We hebben zo'n structuur hier. Oh, dat moet je helemaal niet hebben. Ja. Die doen de hele week niet anders. Hè? Ja, je kijkt mee wat meer ogen, wat meer zien. Ja. Maar laat hem lekker zijn ding doen. Hij gaat toch uit van zijn eigen... Maar dat mag ook. Ik bedoel, als je meekijkt, is het nou. Ja. Hij moet helemaal iets reed doen. Hè. Hij gaat hem even opnieuw pakken. Hij heeft geen shift meer over. Hij doet de shift wel op maximaal staan, dus dan zet hij hem even de tractor opnieuw ervoor. Bas, je moet naar de achterkant kijken, jongens. De voorkant zien ze wel. Achter op die trekker heeft hij een trekstang, maar die kan hij dan op en neer doen met een hydraulische cilinder, zie je? Kijk. Ja, soms dan is hij helemaal aan de max naar één kant, dus dan zetten ze hem even opnieuw ervoor. Daar een gaatje in. Jullie kennen het plekje nog wel. Oude zaakkerven weg. Die zou die nu al komen, maar ja, toen kwam Ajo tussendoor met zijn straat. Dus toen moest dit heel eventjes wachten. Toen kwam de kerst en oud en nieuw er tussendoor. Dus dit is eigenlijk wat de vervolgfilm van die. En dan gaat hij mooi rollend op zijn plek, zoals het eigenlijk hoort. Ja, hij is vrij. Gaat dit binnenkant ook halen? Ja, dat mag ook. Oh, dit is... Ik had dit filmpje... Ja, hij zou het doen in één keer. Anders zijn we nog even terugsteken. Dit is ideaal. Ja, dat is wel mooi dat dat een beetje... Ja, dat is zo op school. Dat is alles. Gaat gewoon op een centimeter langs. Ramp de zak! Nou, we moeten even een beetje duwen en trekken hier. Daar heb ik niet zo heel veel ruimte over. Ja. Oké. Moet ook niet groter worden, want dan hebben we een probleem. Hij moet niet groter worden, Prem. Dat wordt een issue. Ken het door dit. Bij die andere pakken weer andere namen, zeg ik. Nou, hier heb je weer een bekende ritueel natuurlijk. Elke keer een metertje. Zorgen dat hij op de rijplaatjes blijft. Oh, hij wil er hier vanaf. Ja. Nou, daar staat hij dan. Zie je, ze hebben er blokken onder gezet. Dan sluiten wij de boel weer aan. Even binnen kijken. Even kijken of hij er zin in heeft. Ja, hier. Oh, hier is schoon nog gemeld. Even de schoenen maar uit doen. Nou, dus even kijken. Deze hebben de spulletjes nog even op de kop gelegd. Ik kan er eentje even omhoog doen. Oh nee, dit is het bus. Keukentje. Slaapkamertjes. Horren. We liggen er nog op het bed. Badkamer. Hier alles nog netjes op de grond neergelegd en op het bed voor het transport. Dus nou, dit is die. Het duurde heel eventjes voordat we het laatste deel konden maken, want ja, er kwam even wat tussendoor en toen nog de kerst en alles. Dus. Maar hij is er. Van de week, maar volgende week maar eens even aansluiten, dik zetten. Maken we de boel netjes. Dan vinden jullie hem terug op internet, op de site. En dan is hij voor degene die geïnteresseerd is en die denkt van, nou. Dat is een leuke chalet voor ons. Dus nou, dit is. We maken er niet. We gaan niet een heel verhaal met de tuin maken en alles. We sluiten hem aan, we maken hem netjes dicht. Dat doen we nog wel. Maar we gaan er geen tuin en alles bij maken. Want als ik een tuin met gras maak, dan had het steentjes moeten wezen. Als ik steentjes doe, dan had het gras moeten wezen. Of andere dingen. Dus de tuin laten we over aan de nieuwe eigenaren. Nou, dan is dit project wat ons betreft op het aansluiten na, is die weer is klaar. Ik zeg op naar de volgende.